Yo mensen en welkom bij een nieuwe praatvideo. Vandaag gaan we het hebben over de Dark Ride van Plopsaland. Het bos van Plop. Een van de bekendste en meest iconische attracties binnen het park. De video van vandaag gaat er dus om dat de afbraak van deze Dark Ride terug ter sprake is gekomen. Dus hier gaan we het vandaag maar eens over hebben. Het bos van Plop. Iedereen die in Plopsaland is geweest, kent deze attractie sowieso. Het is een van de eerste attracties die het park opende. Het bos van Plop opende samen met Plopsaland de Pannen in het jaar 2000. Maar de Dark Ride staat er oorspronkelijk al veel langer. De Dark Ride werd in 1979 geopend en werd dus gebouwd door Meliepark. Destijds was het thema natuurlijk nog niet Kabouter Plop, maar het stond toen volledig in teken van de bijen. En de Dark Ride droeg de naam Apirama. En vroeger waren er dus tientallen bijen te zien in de Dark Ride. Het vaarsysteem is daarentegen wel al sinds het openingsjaar compleet hetzelfde gebleven. Het is een Dark Water Ride, dus een vaartocht met bootjes, gebouwd door Metalbouw ML. En dus zoals gezegd, bij de overname van Studio 100 veranderde het thema dus van Apirama naar het bos van Plop. En zo staat hij tot de dag van vandaag nog in het park. Maar er is sinds kort bekendgemaakt dat ze van plan zijn om de Dark Ride te vervangen. Het is niet de eerste keer dat ze hierover begonnen zijn, want in 2015 luidde hetzelfde gerucht. Gezien de Dark Ride extreem oud geworden was, decoraties versleten waren en het volledige gebouw afkomstig is uit 1979. De Dark Ride was serieus verouderd en er lagen dus plannen klaar om deze Dark Ride af te breken en om een totaal nieuwe attractie in de plek te bouwen. Er werd in 2015 gesproken dat het een paar jaar zal duren voor ze eraan gingen beginnen. Maar uiteindelijk is het plan volledig afgeblazen en is er tot op heden nog niks gebeurd met de Dark Ride. Dat heeft te maken met het feit dat de Dark Ride eigenlijk nog altijd immens populair is en dat het dus niet evident is om deze Dark Ride af te breken. Dus zo is het gekomen dat de Dark Ride toch nog wat jaren open is gebleven. Maar nu, vorige maand, hebben we te horen gekregen dat Plopsaland toch van plan is om binnenkort de Dark Ride te slopen. Het was in het begin nogal moeilijk om deze Dark Ride af te breken gezien het de enige Dark Ride van Plopsaland is. Maar nu dat vorige maand Circus Boomba is geopend met een totaal nieuwe Dark Ride, zijn ze er toch weer over aan het nadenken om Bos van Plop toch te vervangen. Nu er een andere Dark Ride in het park staat, is het voor het park iets minder pijnlijk om deze klassieke Dark Ride te verwijderen. Na 44 jaar komt het einde van deze attractie in zicht. Achter de schermen liggen al plannen klaar om het Bos van Plop te sluiten en te vervangen voor iets nieuws. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar een nieuwe invulling voor de aangrenzende Big & Betsy Hoeve, waar nu een kinderboerderij en een tractorbaan te vinden is. Wat voor attracties en thema's Plopsa op het oog heeft, is nog niet duidelijk. Dus ook het attractietype dat het Bos van Plop ooit zal vervangen, is ook nog niet duidelijk. Gaat er een nieuwe Dark Ride komen met een nieuw thema, of komt er een totaal andere attractie? Dat gaan we moeten afwachten tot Plopsa met de tijd meer informatie bekend maakt. Maar ik denk zelf dat Plopsaland inderdaad van plan is het Bos van Plop een van de volgende jaren zal slopen. Want de attractie is wel iets heel nostalgisch in het park, maar de Dark Ride is verouderd, de decoratie is oud geworden, het transport, eigenlijk de volledige Dark Ride, is wel aan vervanging toe. Maar goed, meer dan dit is er op dit moment nog niet te vertellen. Dus bij deze is dit weer het einde van de video. Ik hou absoluut het pretpark nieuws over deze attractie in de gaten. Dus als er binnenkort meer bekend is over wat er zal worden van het Bos van Plop, wat voor attractie het zal worden, wanneer het Bos van Plop zal sluiten, dan horen jullie in een volgende video, heel binnenkort misschien. Maar voor nu zeg ik tot de volgende video en ciao.